Nieuw Business Radio. Update met Ron Lemmens. Welkom bij de Nieuw Business Radio Update. Deze update staat in het teken van cyber resilience, ofwel cyberweerbaarheid. Stel de vraag welke gevaar of impact een cyberincident kan hebben op je organisatie. En je bent er. In deze update, wat bestaat uit een reeks, staan we dit keer stil bij het onderwerp Privacy by Design. Bij mij in de studio Baris Kavakle, Managing Director bij Portera in Nederland. En Chris Winter, Senior Solution Consultant bij Microfocus. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Heren, van harte welkom. Ik begin even bij Chris, want ja, eigenlijk ben jij in iedere update terugkerend. En dat is namelijk Microfocus. We gaan het vandaag hebben over privacy by design. Kan je dat onderwerp eens uitleggen? Ik kan er een voorstelling bij maken, maar toch. Ja, het is een vereiste van de moderne privacy-wetgevingen. Dat je je systemen, je processen en je zo inricht dat je in principe op een verantwoorde manier omgaat met persoonsgegevens. Dus het komt er in principe gewoon op neer dat je van tevoren al nadenkt over welke data je opslaat, hoe je het opslaat, waar je het opslaat en hoe je het beveiligt. En dan aan de achterkant natuurlijk, wat we ook in de vorige update een beetje besproken hebben. Dat je je mensen traint om binnen dat veld zo met die data om te gaan. Ja, Microfocus, jullie zijn eigenlijk een technologische partij. Ja, dat klopt. Wij zijn een softwarebedrijf. Dan gaan we naar Baris. Ook welkom in de studio. Dankjewel. Portera, waar ligt jullie specialisatie? Eigenlijk zijn we een technologie- en business consulting bedrijf. En we maken de brug van business naar technologie. We richten ons op de business outcome die onze klanten willen graag bereiken. En we maken gebruik van technologie, strategie en data om die doeleinden te bereiken. Ja, dus hoe gaan data en privacy hand in hand? Dat is eigenlijk het grootste vraagstuk, toch? Ja. Zeker, zeker. Ik vergelijk het met een gezonde levensstijl eigenlijk. Ik had problemen in mijn eigen leven altijd met gewicht eigenlijk. Ik ben aangekomen tot meer dan 100 kilo's en ik ben afgevallen tot 77 kilo's ook. Het gaat om je levensstijl te veranderen, om een verantwoord manier te hebben om door te gaan met een gezonde lichaam. Dat is dezelfde bij data. Je moet privacy by design hebben om te zorgen voor dat op elk moment ben je gezond als een bedrijf en ben je verantwoord voor je klanten. Ja, om het goed te duiden, gaan we even naar de praktijk. Jullie hebben een aantal voorbeelden uitgezocht bij een casus waar het bijvoorbeeld echt goed misging. Ja, vanuit mijn ervaring, ik heb dan gewerkt met een universiteit in Denemarken. En dat zal een gezondheidsorganisatie in Nederland ook heel erg bekend voorkomen. Die hadden een applicatie ontwikkeld waar een soort van publicatieknop op zat. En werknemers die drukten dan op die publicatieknop. En dat bleek dan stiekem naar een webservertje te gaan wat totaal bloot op het internet lag. En ja, uiteraard kwamen daar persoonsgegevens en documenten op terecht. En plots stond de autoriteit op de stoep. Hè? Jullie hebben een datalek gehad. Nou, niemand wist recht wat er aan de hand was, want dat proces was gewoon verkeerd ingericht. Niemand wist wat er echt op die webserver lag. Dus eigenlijk zeg je, design op dat moment was verkeerd ingericht? Het design was verkeerd ingericht. Ja. En daar hebben we twee dingen gedaan. Daar hebben we ten eerste gezegd van, nou, jullie moeten natuurlijk kijken naar die applicatie. Die publish knop die moet omgewerkt worden, zodat die niet meer naar al die bronnen toe gaat. Maar aan de tweede kant kun je dan zeggen van, joh, ik ga die omgeving proactief scannen om eens te koekeloeren wat daarop terechtkomt. En toen? Nou ja, dat hebben ze gedaan. En dat heeft een boetevermindering betekend. Want ze begonnen direct met dat proces. Dus de autoriteit die had ook zoiets van, hé, hier is wel iets fout gegaan. Maar jullie hebben verschrikkelijk proactief gehandeld om dingen te corrigeren. Zowel aan de proceskant als aan de achterkant, zeg maar. Er is wel een boete ontstaan. Tuurlijk, hè, want je hebt een scheve schaats gereden, dus er volgt een sanctie. Maar die was verminderd. En de autoriteit die is daar ook nog terug geweest. En toen hadden ze het wel op orde. Ja, dan heb je natuurlijk te maken met grote organisaties. Ik denk een universiteit kan je daar ook wel onder scharen. Maar met name grote corporates, die zijn er al jaren mee bezig. Maar als je dit dan moet inkleden en inkleuren van uiteindelijk dat hele design bij MKB-bedrijven. Hoe gaat het tot nu toe? Uiteindelijk eigenlijk MKB-bedrijven en ook grote organisaties zitten bij dezelfde regelgeving. Dus ze moeten hunzelf
volhouden met dezelfde regelgeving. Met de MKB-bedrijven is het ietsjes belangrijker eigenlijk, want MKB-bedrijven denken dat ze zijn niet groot genoeg om de juiste maatregelen te nemen. Maar eigenlijk, de producten zijn er. De producten zijn ergens en overal. Met Microfocus werken we samen in heel veel bedrijven. Maar ook zijn er andere producten erbij ook. Dus ze kunnen even kijken, indiepen. En ze moeten eigenlijk hunzelf volhouden met de regelgeving. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat vanuit een oude gedachte het heel erg remt in je bedrijfsontwikkeling, in je bedrijfsvoering. Daar zitten vast en zeker spanningsvelden. Ja, dat klopt. Nu zat dat spanningsveld er sowieso al. Hè. Iedereen is wel bekend met het feit dat IT versus wat de business wil. Daar zit een zekere spanning tussen. Want de business wil vaak snel vooruit, wil innoveren, wil nieuwe producten in de markt zetten. En dan komen de IT-mensen met ITIL-processen en change management en rustig aan. En dat moeten we eerst even bekijken en zo. En dat leidt in sommige gevallen zelfs tot schaduw-IT. Dat mensen zeggen van, joh, ik ga wel naar een of andere SaaS-provider toe. Ik trek de kredietkaart en ik heb morgen een systeem aan de broek hangen. En dat spanningsveld, dat kan best gevaarlijk zijn. Want je moet dat echt wel doorwrocht doen op dit moment. Je moet gewoon nadenken over, ik ben een nieuwe dienst aan het ontwikkelen. Welke gegevens horen daarbij? En hoe richt ik dat op een zodanige wijze in dat gewoon netjes gebeurt? Ja, want je hoort soms medewerkers ook echt wel klagen van, ik kan er niet bij, alles zit dichtgetimmerd. Dit belemmert mij en mijn werkzaamheden. Ja, en ik denk dat wij vanuit een kant als vendor, als technologiebedrijf en Baris vanuit zijn kant als consultancybedrijf daar ook bij kunnen helpen om een stukje technologie in te richten die het mogelijk maakt om dat soort dingen te doen. Waarbij je obstakels wegneemt om die snelheid te behouden. Is dat tot nu toe dan een soort van perceptie dat het allemaal dichtgetimmerd zit en dat het niet kan? Of is het ontwetenheid? Wat is het, Baris? Ik kan een andere voorbeeld geven. We leven in Nederland vandaag en er zijn regelgevens over alles. Oké, ik moet terug naar huis straks met mijn auto en ik moet mezelf volhouden onder de 100 km per uur rijden. Toch? Kan ik naar huis? Jawel. Mag ik naar huis? Jawel. Mm-hmm. De enige ding is, moet ik minder hard rijden dan 100 km per uur? Dat gaat dezelfde bij regelgeving AVG. Want alles kan eigenlijk, maar we moeten voorzichtig zijn. We moeten zorgen voor onze gegevens en onze security om te zorgen voor de eigenlijk veiligheid van mensen. Dat is het. Is dat het voorbeeld waarom je eigenlijk zegt, daarom privacy by design? Ja, zeker. Zeker. Het is een gezonde levensstijl voor bedrijven. Ja. Ja, en als iemand die zelf de nodige moeite heeft om een gezonde levensstijl aan te houden in deze tijd, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Ja. Kijk, die analogie is verschrikkelijk goed van Baris. Het is, als ik op een gegeven moment een dieetje doe en ik ga wat meer sporten thuis, dan val ik een paar kilo af. Maar nou ja, de gang naar de koelkast en de droppot zijn kort. Dan kom er dus dan kom ik weer aan. En dat is gewoon een proces waar je eigenlijk een beetje in moet blijven zitten. He, dat je een beetje op blijft letten. En dat hoeft niet te betekenen dat het allemaal verschrikkelijk stroperig wordt. Maar dat is gewoon een kwestie van, joh, je bent je bewust van een bepaald iets wat erbij speelt. En als je dat gewoon meeneemt in je standaardproces, dan kun je die nieuwe dienst of dat nieuwe systeem ook wel ontwikkelen en inzetten. Dat is verder niet zo'n punt. Ja. Hoe belangrijk is de rol van medewerkers eigenlijk uiteindelijk in de uitvoering bij dit hele vraagstuk? Ja, op alle niveaus eigenlijk gewoon belangrijk. Je moet vanuit de top van de organisatie moet je iets van een beleid creëren wat dit in de hand werkt. Maar ja, aan de bodem van de organisatie moet je natuurlijk ook gedrag zien te kweken wat hier op een verantwoorde manier mee omgaat. Kan je een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld, je zegt de bodem van de organisatie. Ik kan me voorstellen dat wellicht een contactcenter is, bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dat kan vrij simpel zijn. Dus als ik op een gegeven moment zeg van, ik heb een bureaustoel besteld, ik noem maar even wat, bij een kantoormeubelenboer. En op een gegeven moment staat die order daarin en ik bel die mensen op en ik zeg van, joh, die stoel die ik besteld heb, die wil ik niet hebben, want ik heb een hernia gehad en ik heb een andere stoel nodig. Dan moet die medewerker dat eigenlijk filteren. Dus je moet geen vrije tekstvelden in applicaties hebben waar mensen dat gaan zitten invullen. Meneer heeft hernia, dus order gecanceld.
Want dan zijn ze plotseling bezig met een bijzondere persoonsgegeven. Juist. Ja. Als ze dan gewoon zeggen van joh, meneer, wij halen die order weg en we doen bureaustoel ei. Ja, dan is plotseling een en waar ligt daar de grens? Ik bedoel, op het moment dat je maar wat kleding bestelt online en dan geef je ook wel eens een reden op. Nou, past niet. Is dat al iets wat een stap te ver is? Nou, iets wat niet past, dat is... Dat nee, maar dat kan niet zeggen over... Hè, op het moment dat het gaat om een extreme mate, over iemand die een overwicht heeft. Dat zou kunnen, maar dat is eigenlijk een juridische vraag. Hè, die je nu aan een techneut staat. Ja, nou ja, probeer het gewoon. Maar mijn gut reaction, zeg maar, mijn maaggevoel zegt me dat... iets simpels als een maat van kleding, zonder die maat op te geven, kun je geen kleding verkopen. En dat is dus een stukje, het is rechtmatig om die maat erbij te pakken, zal ik maar zeggen. En het gaat ook niet per se om een hartgezondheidsgegeven. Exact, dat is natuurlijk bij een ziekte of een aandoening veel duidelijker tastbaar. Voilà. Ik heb een voorbeeld hiervoor. We zitten bij een voedselproducent en we doen data analytics voor hun. En dat gaat prima, want we hebben alle gegevens, we mogen ze gebruiken. Maar op een gegeven moment hebben we de purchase data, dus koopdata van de klanten. En op dat moment hebben we gezien dat er zijn producten die opgericht voor allergische mensen. Dat betekent dat het wordt eigenlijk bijzondere gegevens in plaats van gewoon purchase gegevens. Dat is gezondheidsdata. Ja, exact. Daar moeten we echt voorzichtig zijn. En dat is eigenlijk waar de valkuil zit. Want voordat je het weet, bega je die fout. Ja, dat klopt. En nu is het natuurlijk zo dat gegevens exploderen. Dat is het hele ding. Je ziet ook dat, of het nu om social media platforms gaat, overal wordt data meer. Ook in database systemen zoals Baris nu beschrijft. En wat je daar zou kunnen doen is zeggen van joh, ik ga proactief een soort van discovery tooltje laten lopen wat over die gegevens heen gaat. Om maar te blijven controleren of mensen zoiets hebben ingevuld. En als je dan zegt van joh, ik vind zulke dingen op een plaats die ik ze misschien waar ik ze misschien niet zou verwachten. En dan kun je simpelweg zeggen van joh, ik ga daar een soort van actie op ondernemen om dat weg te nemen, om dat te encrypten. Ja, dus controlefuncties inbouwen in het proces. Ja. Is hierbij urgent. Ja. Zeer urgent. Ja. En daar werken we natuurlijk zeer goed samen met Portera, die verschrikkelijk geroutineerd zijn in het inrichten van dat soort processen, ook op basis van onze technologie. En ja, dat soort trajecten heb je dan nodig. Ja. Nu zou je kunnen zeggen dat je nog steeds in die digitale transformatie zit, waarbij de ontwikkelingen enorm snel gaan. Hoe hou je dat eigenlijk bij wat betreft de kennis? Ja, daar gaat om mensen. Onze zaak eigenlijk is om te zorgen voor dat we hebben echt de juiste mensen in dit gebied in de juiste zaken even gebruiken. En we kijken naar de regelgeving altijd. En we werken samen met Microfocus en andere bedrijven om te zorgen voor dat we de juiste technologie gebruiken voor de juiste problemen. Ja. Ja, en dat is ook een stukje, kijk, als je op een gegeven moment de functionaris gegevensbescherming hebt. Wij spraken in een vorige sessie met Duttler. Die doen bijvoorbeeld ook opleidingen waarin ze de actualiteit steeds bij blijven houden. Zowel op juridisch gebied als ook op wat je in datalekken in de wereld ziet. En dat is een stukje kennis die de FG bij zal houden. En natuurlijk is het zo dat wij proberen relevant... FG misschien toch nog eventjes uitleggen. Oh, de functionaris gegevensbescherming. Dat is een vooruitgeschoven post van de autoriteit persoonsgegevens die werkzaam is bij bedrijven, exact, en die dit soort dingen in de gaten houdt. Ja. Oké, okay, hebben jullie nog tips voor bedrijven tot slot? Ja. ik denk allebei wel, Baris. Ja. Ja. Haal de snoepen van de koelkast uit. Koop geen chips of dit soort ongezonde voeding. Dus hou in je hoofd dat je moet eigenlijk echt gezond blijven als bedrijf. Daar heb je heel veel risico's. Dus werk met kennisbedrijf om te zorgen voor dat je gezond blijft. Ja, en voordat er bepaalde processen opgestart worden, zorg dat je vooraf eigenlijk zo veel mogelijk hebt dichtgetimmerd. Ja, of nou, dichtgetimmerd vind ik eigenlijk
Dat roept nare associaties. Nou ja, in de zin van preventief. Dus over nagedacht heb. Ik zou zeggen, doe je beveiliging zo dat de eindgebruiker op de werkvloer niet het idee heeft dat het dichtgetimmerd is. Want dan gaan ze eromheen proberen te werken. Iedereen kent Dropbox verhalen dat mensen om de eigen IT heen werken en dingen elders parkeren. Maar als je zorgt inderdaad dat het voor die gebruiker zo transparant mogelijk beveiligd is. Dan heeft je gebruiker er geen last van. En aan de achterkant heb je zaakjes netjes op orde. Hoe ver moet je gaan met trainen van de medewerker op het gebied van kennis hierover? Dat hangt een beetje van de transparantie af van deze processen. Als jij in de achtergrond allerlei preventieve maatregelen treft die geautomatiseerd over dit soort dingen heen kunnen gaan. Dan is het natuurlijk minder belangrijk om je gebruikers verschrikkelijk in te noten dat ze bepaalde dingen niet op hoeven slaan. Is het zo dat je zegt van joh, ik heb geen ruimte om dat soort oplossingen te implementeren. Ja, dan wordt die training plotseling stukken belangrijker. Waar is tot slot? We moeten deze regelgeving zien als een verzekering. Rather than een obstakel eigenlijk. Dus de compliance teams binnen bedrijven of in MKB's, andere mensen moeten denken dat als ze voldoen aan de regels, dan zijn ze klaar voor de volgende generatie. Mag ik jullie bijna bedanken voor de komst naar de studio. Baris Kavakle, Manager Director bij Portera. En Chris Winter, Senior Solution Consultant bij Microfocus. Dank voor wel. De luisteraar, bedankt voor het luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.